Yo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Ik ben weer eens eventjes bij mijn ma en mijn zusje thuis, want er is nieuws over Binky. En ik wil Binky eens eventjes zien en ook aan jullie vertellen en laten zien hoe het nu met hem gaat. Dus ben je benieuwd wat er allemaal aan de hand is? Dan moet je blijven kijken. Nou, ik heb jullie afgelopen weken natuurlijk van alles verteld over hoe dat is gegaan met Binky. Maanden inmiddels zelfs. Binky was waarschijnlijk aangereden. Zijn hele poot lag helemaal doormidden. Dat kan je hier zien op de röntgenfoto. Helemaal doormidden. Hij kon er niet meer op staan. Gelukkig hebben de artsen het aan elkaar gemaakt met een plaat. Wat je hier kan zien. En moest dat genezen. Dat duurde langer dan gedacht. Eerst zou het 6 weken zijn. Moest hij 6 weken in de bench blijven. Toen moesten er nog 6 weken bovenop, dus 12 weken. Dat is 3 maanden, dus 3 maanden lang heeft hij bijna... Ja, 3 maanden lang heeft hij in de bench gezeten. En nu vrijdag ging hij bij de dokter weer langs. En de dokter ging kijken en die ging zeggen of het goed of niet goed geheeld was. Nou, ik zal jullie hier de foto laten zien. En wat je van die foto kan aflezen... Ja, wij kunnen het niet zo helemaal zien, maar de arts die kon het zien. Het is helemaal geweldig geheeld en Bink is er zo goed als bovenop. Dus ik ga eens eventjes kijken waar die is. Hé, hey, daar is hij al. Hé, hey, Bink. Eindelijk uit je bench. Oh. Hé, hey, Bink, jongen. Je bent op het aanrecht gesprongen. Zet het hoog. Lekker. Eens eventjes kijken. Volgens mij is ook al je haar weer terug aan het groeien. Draai eens om. Oh ja. Oh, hé, je kan ook een krabbel ermee. Kijk! Je ziet zelfs al het patroon terugkomen. Hier. Krijgen we stippen. Zo helemaal aan het worden. Lekker, Bink. Lekker. Zo, ben jij even blij dat je niet meer daar in zit? Sjaak, wat ben jij aan het doen? Ben je gek geworden? Ben je helemaal gek geworden? Jij bent ook blij dat het er goed is. Dat is lekker, eens even buiten die beens. Wow, hij staat ook gelijk al op het aanrecht. Nou ja, dit is ongelooflijk. Hij heeft gewoon echt wekenlang, in deze kleine 1 vierkante meter gezeten. Gekakt, gegeten. Hij wordt helemaal gek, letterlijk. Hé, je springt er ook al vanaf. Je bent helemaal rijp. Moet je kijken, joh. Hij doet het geweldig. Ik begrijp het ook, want hij heeft alleen maar hierin gezeten. En hij werd echt helemaal gek. Hij zat met zijn poten zijn bak om te gooien. Hij was echt gewoon een balorige puber. Ja, ik begrijp het. Ik zou ook helemaal gek worden. Maar nu, moet je kijken. Ja, wat wil je zeggen, Bink? Hij zit te mouwen. Kijk nou. Wat top. Het is dus gewoon nu helemaal geheeld. Die plaat zit er nog in. De artsen die dachten, ja, we kunnen die platen misschien uithalen, want die botten die zijn aan elkaar. Maar ja, dan zouden ze hem weer open moeten snijden en hij kon er net zo goed in blijven zitten. Dus het is nu gewoon een soort robot. Er zit hier een heel metalen systeem in zijn poten. Misschien houden het zelfs wel extra stevig. Moet je kijken. Zo, hij is ook echt gelukkig. Ik hoorde van mijn moeder en mijn zusje dat de artsen zeiden, nou, hij zal vast wel een beetje... voorzichtig zijn met lopen en hij zal natuurlijk, hij heeft er heel lang niet kracht op kunnen zetten, dus hij zal wel verzwakt zijn en zo. En het moment wanneer ze hier binnenkwamen en ze deden de beens open, sprint hij eruit, sprong die hier van hot naar je. Dus dat viel allemaal reuze mee. Hij heeft het nu natuurlijk allemaal zitten oefenen, want hij heeft in die beens echt zijn kattenbak omgegooid. Hij hing echt ondersteboven aan dat ding. Dus hij heeft gewoon een beetje lopen trainen. Maar oh, wat blij om te zien. Dat dit weer goed gaat. Kijk nou. Hij is weer helemaal in zijn sas. Ja, geef eens even een kopje aan de kijkers. Zo, echt. Ik had eigenlijk eerlijk gezegd, toen hij zo binnenkwam en ik hoorde dat het pootje er zo aan toe was, had ik nooit gedacht dat dit zo weer goed zou komen. Kijk. Oh, hij stond zelfs zijn stippen weer terug aan het krijgen. Zie je dat? Kijk. Hier, waar het helemaal naar af was geschoren. Kijk, zijn vacht komt weer langzaam terug. En het is zelfs die stippen. Het is echt een panter, hè? Bink, jongen. Wat goed. Hier, je speeltje. Ja, jij hebt iedereen natuurlijk ook gemist vanuit de bench.
Vanochtend was hij ook op Sjaak aan het springen. Toen lag Sjaak hier en toen sprong hij op en dan grijpt hij hem zo om zijn nek. Zit hij gewoon Sjaak een beetje te geiten. Hey Bink. Kom eens. Ja. Sjaak erop. Hey. Sjaak, wil jij ook aan? Oh, yes. Hey, nou hij is weer oud hoor. Kijk dan, hij loopt Sjaak helemaal te grijpen. Bing, doe het normaal jongen. Nou, hij is weer helemaal oud, kijk dan. Hij zit Sjaak gewoon letterlijk te pesten. Hij denkt dat we het maanden niet kunnen doen. Hij moet dus alleen nog eventjes 1 week of 2 weken moet hij binnen blijven. Dus hij mag nu wel overal binnen zijn, ook overal op. Maar eventjes nog niet naar buiten. Zodat hij gewoon weer eventjes wendt aan... Ja, kom maar Wink. Zodat hij eventjes wendt aan ja, hoe hij zijn poten en spieren moet gebruiken. Zodat hij niet in één keer weer te sloom is om weg te rennen voor een auto. Kom maar. Nee, niet jij, Sjaak. Ja, oké, okay, jij ook. Oei, oei, oei. Hey, alles bij elkaar. Eén grote beestenbende. Ja. Kom maar. Oei, oei, oei. Hey, Bink. Sjaak is helemaal gek geworden. Kijk nou, Sjaak, ik ben blij dat het weer goed met hem gaat, zeg. Nou, ik weet zeker dat al jullie lieve berichtjes en al jullie dingen hebben geholpen. Met het herstellen van Bink. Kijk. Hij bedankt jullie eventjes met een kopje. Zo is het gelukkig uiteindelijk weer goed gekomen met hem. En ik had het echt nooit durven dromen dat het weer gewoon helemaal zo met 4 poten bij elkaar goed zou komen. Ik dacht echt, toen ik die foto zag, dacht ik, nou die poten moeten af. Katten kunnen ook prima overleven met 3 poten. Maar ja, zo'n actieve kat als Binky die buiten rent, springt. Ja, we hebben wel eens een keer een halsband bij hem omgedaan. En dan kon je op je app kijken waar hij allemaal heen ging. Nou, wat hij in de nacht doet, dat is ongelooflijk. Hij is nachtenlang buiten. Gaat hij de buurt door van links naar rechts. Kilometers legt hij af. Echt, wat hij allemaal doet. Vraag het. Ik droom er ongeveer over. Ik zou niet weten waar hij allemaal op bezoek gaat. En wat hij allemaal voor kattenkwaad letterlijk uithaalt. Maar ja, dat is met 3 poten toch een stukje moeilijker. Dus daarom is het wel echt fijn dat het zo goed is. Wat wil jij tegen de kijkers zeggen, Bink? Dankjewel. Doet jullie kat dat ook? Als hij dan zo op je schoot gaat zitten en dat hij dan zo met je pootjes... Gaat hij proberen chillen voor zichzelf te maken? Gaat hij zo met zijn nagels in en gaat hij proberen een beetje te maken? Terwijl, het gaat echt niet veranderen. Ik bedoel, je benen blijven daar toch zo liggen. Maar voor zijn gevoel maakt hij dat dan alsof hij zijn bed extra lekker maakt. Maar met die nagels, dan voelt het altijd wel... Je ziet er gewoon keihard in je huis. Oh, je oor. Hoi. Hij is weer helemaal blij hoor. Nou, Binky is inmiddels al een week binnen geweest. We worden er echt helemaal gek van, want hij loopt alleen maar te miauwen. Dus, het wordt tijd om voor het eerst weer naar buiten te gaan. Of niet, Bink? Volgens mij is dat precies wat je deed dat het vertellen bent. Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd. Dit is dus de eerste keer dat hij weer naar buiten gaat in... Hoe lang, man? 3 maanden. 3 maanden? Nee, 4 maanden. 4 maanden. Bink. Ben je er klaar voor? Ik denk dat het een ja is. Oké, daar gaan we. Ja, daar gaan we. 3, 2, 1. Freedom.
Kom maar. Ik zit echt te kijken, wat is dit? Ja, Vink. Zo ruikt de buitenlucht. Hoi. Hij zou het denk ik wel koud vinden. Hij zit echt te kijken, wat is dit? Nou, Vink. Vertel eens even, wat vindt u ervan? Ja, dat is de wind. Ja, wat vind je ervan? Volgens mij vind ik het heerlijk. Oei, oei, oei. Oké, nou, dit zijn zijn eerste stappen buiten. Ik zit echt te kijken, wat gebeurt hier allemaal? Dit zijn de benchen waar hij maanden in heeft gezeten. Die zegt hij eventjes gedag. Zit hij aan het ruiken. Die denkt, dit ga ik nooit meer doen. En nou hoorde mijn moeder een verhaal van iemand die ook zoiets vergelijkbaars met zijn kat had meegemaakt. Die moest ook maandenlang binnen zijn. En op het moment dat die kat naar buiten mocht, is hij schijnbaar nooit meer teruggekomen. Die kat had schijnbaar gedacht, nou, dit ga ik nooit meer doen. En die heeft de benen genomen. Dus ik hoop niet dat we dat met Binkie hebben. Het zou wel een beetje erg jammer zijn. Hij zit nu eerst eventjes voorzichtig de tuin ontdekken. Maar Binkie kennende denk ik dat hij al wel heel gauw heel verder wordt opgehaald. Wat vind jij ervan, Jiel? Eindelijk! Echt, ik zweer het je, gisteravond, ik hield het niet, helemaal gek. Hij liep alleen maar te miauwen, alleen maar gewoon net zo lang door te zeuren eigenlijk, totdat wij toe zouden geven om hem naar buiten te laten. Eigenlijk moest hij volgens mij nog 2 dagen binnen. Maar ja, 2 dagen op 4 maanden. Dat ging goed. Wat zei je? Hij mag eindelijk weg van zijn bench. Ja, hij mag eindelijk weg van zijn bench. En nou blijft hij alleen maar om zijn bench heen. Wil je er weer in, Bink? Zullen we hem anders weer even open doen? Oeh, pannen. Ja, en nu is hij ook eindelijk gestopt met miauwen. Hij is letterlijk al gewoon dagenlang, de hele dag lang aan het miauwen. Gewoon omdat hij rook zijn vrijheid natuurlijk. Eerst dacht hij nou, vrijheid al vanuit de bench naar de woonkamer, maar dat was al gauw niet genoeg. Dus nu dacht hij, ik moet naar buiten. Ja, dat zijn planten. Ja, denk je? Dat zou ik wel echt heel ziek vinden, als je nu naar binnen gaat. Hey Bink! Ben je helemaal gek geworden? Mag hij weg? Hij vindt het weer mooi geweest. Oh, wat gaat hij nou? Gaat hij de kast in? Nou, dit had ik echt nooit gedacht. Nou, het is er misschien even een beetje heel veel. Of toch niet? Nee, maar hij is gauw weer buiten. Ik denk dat hij echt de hele buurt op stelt gaat zitten. Als in dat hij echt de hele buurt door gaat rennen en alle katten gaat opzoeken die hij al maanden niet gesproken heeft. Overal water gaat drinken. Overal iets gedag gaat zeggen. Kijk, het is toch wel echt prachtig dat gewoon 3-4 maanden geleden dat zijn poot gewoon helemaal in het midden was. Gewoon, nou, ik dacht die poot die zijn we kwijt. Nou, Binkie kwijt. En dat hij nu gewoon weer, nou, door hulp van de operatie en al die platen in zijn been. En mijn zusje met name en mijn moeder die hem gewoon elke dag hebben verzorgd. Die hebben daar echt super veel tijd in gestoken. Want hij moest elke dag medicijnen krijgen. Elke dag medicijnen krijgen. Elke dag heel eventjes uit die bench gehaald om met hem op de bank te zitten. Om hem eventjes, ja, toch een leuke dag te bezorgen. Te laten plassen, zijn kattenbak te verschonen, elke dag. Ja, dat is toch wel echt geweldig. Lekker gedaan, joh. En nu, vrijheid.
Ik hoop dat jullie net zo blij zijn dat het weer goed gaat met Benk als ik. Want ik ben echt helemaal gelukkig. En iedereen hier thuis. En ik denk Benkje eigenlijk het allermeeste. Want die is eindelijk vrij. Nou jongens, laat eventjes beneden hier in de comments weten wat jullie ervan vinden dat het weer goed gaat met Benk. En vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te doen. En hier beneden te abonneren. Want als je niet abonneert, ja, dan ga je gewoon allerlei dingen missen. En er komen nog allerlei fantastische dingen aan de komende weken. Dus vergeet niet te abonneren, te liken. En dan zie ik jullie gewoon weer volgende week. Yo!